Goedemorgen allemaal. Welkom voor een nieuwe les van wiskunde. Les 111, schaal. De materialen die we nodig hebben zijn onze rekenboek, bladzijde 59-60, of onze rekenbundel op bladzijde 156, en dat is de nummer 5, of de wiskanjerbundel van bladzijde 299 tot 303, onze neuzenneuzenboek nummer 29 en heel belangrijk ook een meetlat die je erbij neemt. Wat zijn de doelen van de les? Ik kan de schaal verwoorden en noteren als een verhouding of breuk. Ik kan de schaal gebruiken om iets te verkleinen of te vergroten. En ik kan ook de schaal berekenen. Hier staan nog eens de verschillende werken. Vergeet achteraf zeker niet te verbeteren. Dan gaan we even neuzenneuzenboek overlopen. Je kan een breukschaal hebben, maar je kan ook een lijnschaal hebben. De breukschaal of de lijnschaal. Wat is een breukschaal? Een breukschaal is het aantal keer dat je iets kleiner of groter afgebeeld is, kun je aanduiden met een breuk. Vandaar breukschaal. De vulpen hier heeft in werkelijkheid een lengte van 12 centimeter. Als je daar je lat zou naastleggen, dan heb je 12 centimeter. Op de verkleinde tekening meet de vulpen 4 centimeter. Je ziet, het is nog steeds dezelfde, zowel in de hoogte als in de lengte is die verkleind. En de schaal is 1/3 of 1 gedeeld door 3 of 1 op 3. Het is dus verkleind, een verkleinde breuk. Maar als we de bij hier hebben, de bij is hier in werkelijkheid 1 centimeter lang. Maar op de vergrote tekening is de bij 3 centimeter lang. De schaal is dus 3/1 of 3 gedeeld door 1 of 3 op 1. Dus het is vergroot, dus de breuk is 3/1. Dus bij verkleinen is het zulke breuk, bij vergroten is het zulke breuk. Wat is nu een lijnschaal? Het aantal keer dat iets kleiner of groter afgebeeld is, kun je aanduiden met een lijn. Hier zie je een lijn. En je ziet, als je van daar tot daar zou meten, dan zou je 1 centimeter meten. Maar die 1 centimeter komt overeen met 5 kilometer. 5 kilometer, 10, 15, 20, 25, 30 kilometer. Dus 1 centimeter is in werkelijkheid 5 kilometer. 2 centimeter is in werkelijkheid 10 kilometer. 3 centimeter is in werkelijkheid 15 kilometer. Dus een lengte van 1 centimeter op de lijnschaal en op de tekening komt overeen met een werkelijkheid van 5 kilometer. Die 5 kilometer gaan we dan omzetten in centimeter om naar een breukschaal te gaan. 5 kilometer is 500.000 centimeter, dus de breukschaal is 1/500.000ste.
schaalberekening. Wat betekent schaal? Hoe los ik een vraagstuk op als ik de schaal ken? En hoe bereken ik de schaal? De schaal gaat over tekening en werkelijkheid. Een schaal 1 op 100 betekent 1 centimeter op de tekening is 100 centimeter in werkelijkheid. Je schrijft het ook zo. De verhouding tussen tekening en werkelijkheid is 1 op 100. De werkelijkheid is dus 100 keer groter dan de tekening. Een schaal 5 op 1 betekent 5 centimeter op de tekening is 1 centimeter in werkelijkheid. De verhouding tussen tekening en werkelijkheid is dus 5 op 1. De werkelijkheid is 5 keer kleiner dan de tekening. Het is handig om een verhoudingstabel te tekenen wanneer je werkt met schaal. Hier ken ik de schaal. Dit loopautootje is getekend op schaal 1/20. Dat betekent 1 centimeter op de tekening is in werkelijkheid 20 centimeter. Maar ik zie op de tekening dat de hoogte niet 1 centimeter is, maar 4 centimeter. En ik zie een verhouding, maal 4. Wat ik bovenaan doe, doe ik onderaan ook. En dan is de werkelijkheid 80 centimeter. Het loopautootje is dus in werkelijkheid 80 centimeter hoog. Hier ken ik de schaal niet. Op een kaart zijn twee punten 12 centimeter van elkaar verwijderd. In werkelijkheid is dat 72 kilometer. Ik zet de 72 kilometer eventjes om naar centimeter. Op de tekening heb ik dus 12 centimeter. En ik weet dat het in werkelijkheid 7.200.000 centimeter is. Ik ga op zoek naar de schaal. En schaal drukt men altijd uit met 1 centimeter. Van 12 naar 1 deel ik door 12. Onderaan doe ik net hetzelfde. Dat is 600.000 centimeter. De kaart is dus getekend op schaal 1 op 600.000. Een paar tips. Markeer de gegevens in het vraagstuk. En gebruik het verhoudingsschema, tekening en werkelijkheid. Zo, heb je het begrepen? Dan kunnen diegenen die in hun rekenboek werken, hier beginnen op bladzijde 59-60. Anders ga je misschien nog eens eventjes het filmpje herbekijken. Voor diegenen die in hun rekenbundel werken, gaan we op bladzijde 156 werken. We beginnen heel belangrijk nog met een kader. Kijk goed, hier heb je een breuk en daar heb je een lijn. Vul de gegevens dan nog goed in. Nadien hebben we een oefening. Bij een kaart staat deze schaal 1/50.000ste. Ik meet de afstand tussen twee plaatsen. Die is 7 centimeter. Hoe ver liggen die plaatsen uit elkaar? We hebben onze breukschaal 1/50.000ste. Maar we hebben niet 1 centimeter, maar we hebben 7 centimeter. Want de plaats op de kaart is 7 centimeter afstand. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk veel verder. Zoek maar. En voor de B-oefening teken het vierkant op de gevraagde schaal. Je hebt hier een vierkant dat je moet meten en je gaat die tekenen op schaal 1/2 hier. En je gaat datzelfde vierkant tekenen op schaal 2/1 daar. Veel succes! Voor diegenen die in hun wiskanjeerbundel werken, die werken van bladzijde 299 tot 303. Nog eventjes herhalen. Wat is nu weer de schaal?
Een schaal geeft aan hoeveel keer iets werd verkleind. Je kunt de dingen niet altijd even groot tekenen als ze in werkelijkheid zijn. Daarom teken je ze kleiner en noteer je er een schaal bij. Zo noteer je een schaal. Een breukschaal of een lijnschaal. Een breukschaal 1/2000ste, dat betekent dat 1 centimeter op de tekening 2000 centimeter in het echt is. En bij de lijnschaal is dat net hetzelfde. De afstand van daar tot daar meet 1 centimeter, maar in werkelijkheid is dat 2000 centimeter. En dan heb je hier 2 oefeningen van de fiets en de tafel met de breukschaal erbij. Dan bekijken we op de volgende bladzijde. Daar hebben we de platte grond van een keuken. Hier zie je heel de keuken met de legende. En die keuken is getekend op schaal 1/100ste. De breukschaal van mijn plattegrond zegt dus 1/100ste. Dat betekent dat 1 centimeter op die plattegrond 100 centimeter in het echt is. Wanneer je 2 centimeter op de plattegrond meet, moet je 100 maal 2 doen. Wanneer je 3 centimeter op de plattegrond meet, moet je de 100 maal 3 doen. Zo ga je de lengte van de kast meten en in werkelijkheid zetten. Ook de lengte van de ramen meten en in werkelijkheid zetten. Succes! Op bladzijde 301 heb je een wandelkaart. En de schaal van de wandelkaart is de breukschaal 1/25000ste. En dit zijn de afstanden van de wandeling die jij moet omzetten in de werkelijke afstand. Succes! Ook bij de laatste bladzijde, de kaart van België, wordt een schaal gebruikt. De schaal is een breukschaal. En de schaal is 1/1.800.000ste. Vul de gegevens onderaan in. Succes! Vergeet achteraf zeker niet te verbeteren met de correctiesleutel.